Wat gebeurt er eigenlijk op het spoor als het warm wordt? Als het heel warm wordt in Nederland is dat natuurlijk hartstikke mooi voor Nederland. Dan kunnen we allemaal mooi naar het strand. Maar voor ProRail betekent het dat we heel alert gaan worden op de effecten van warm weer. En er zijn eigenlijk twee hele belangrijke effecten bij warm weer. Dat is allereerst de uitzetting van het spoor. Om jullie wat meer beeld te geven van het fenomeen spooruitzetting heb ik een stuk spoorstaaf meegenomen. Dat is dit. En als het zomers heel warm is, dan kan zo'n stuk spoorstaaf zomaar 70 graden worden. En dat betekent dat de spoorstaaf dan een klein beetje groter wordt. En ik heb dat muntje meegenomen om te laten zien hoe dit stuk spoorstaaf dan groter wordt. Nou, dat lijkt heel erg beperkt. Maar als je je voorstelt dat je zomaar een stuk spoorstaaf kunt hebben van een kilometer of twee kilometer, dan gaat het echt over tientallen centimeters waarbij het spoor wordt verlengd. En daar moeten wij in de constructie van het spoor moeten we daarvoor compenseren. En als dat niet gebeurt of niet goed gebeurt, dan heeft het spoor de neiging om uit te bollen en dan hebben we problemen om de dienst verder uit te voeren. Dus dat mag nooit gebeuren en we zorgen ervoor dat dat ook niet gebeurt in de praktijk. Voorafgaande een hele warme periode, maar ook tijdens hele warme periodes controleren inspecteurs van ProRail de ligging van het spoor. Om te kijken of het spoor er goed bij ligt en zo nodig daarop te corrigeren. En die controles noemen we ook wel hitteschaal. Die worden elke zomer uitgevoerd op de risicovolle locaties. En het andere punt waar we heel alert op zijn is dat warm weer gaat ook vaak gepaard met onweer. ProRail doet een aantal dingen om blikseminslag te voorkomen. Het eenvoudigste is natuurlijk dat we onze gebouwtjes voorzien van bliksemafleiders, zodat als de bliksem inslaat de stroom netjes afgevoerd kan worden. Waar we verder aan werken is bijvoorbeeld hier in Utrecht dat we het ontwerp van de infrastructuur zo proberen te maken dat als ergens de bliksem inslaat, de gevolgen van de bliksem heel lokaal beperkt blijven en dus niet over het hele station uitspreiden. Zoals net uitgelegd zorgen we er als ProRail voor om de effecten van blikseminslag te minimaliseren. Maar we hebben 7000 kilometer spoor buiten liggen, dus het kan ons altijd gebeuren dat we een keer een blikseminslag hebben. Nou, voor die situaties hebben we storingsploegen buiten staan die zo snel mogelijk de storing verhelpen. Om er ook voor te zorgen dat onze reizigers weer zo snel mogelijk hun reis kunnen vervolgen.